Meneer Rauws, heel veel gesodemieten natuurlijk met de afluisterschandalen. Maar u zegt zelf, ik word ook afgeluisterd. Ja, ik denk heel veel Kamerleden en ook andere volksvertegenwoordigers. En misschien ook nog zelfs bewindspersonen. Maar hoe merkt u dat nou, dat u wordt afgeluisterd? Je hebt op je telefoon, kun je zien hoeveel... Zo, u heeft ook het lijkt wel een bomgordel, zeg hij. Ja, precies. Op de telefoon heb je niet, hè? Jezus. Stel, je staat in een omgeving waar je de beste ontvangst hebt en je gebruikt bepaalde trefwoorden of je hebt het over gevoelige onderwerpen, dan zie je het aantal blokjes op en neer gaan en de telefoon valt vaak 4-5 keer uit. Echt waar? Ja. Wat voor woorden zijn dat dan bijvoorbeeld? Dus ik denk dat het allemaal, dat ik zeg, het zijn vaak vertrouwelijkheden of dingen die gevoelig... Bijenkolonie. Nee. Waarom wil men Dion Graus afluisteren? Oh, nee, het gaat niet om Dion Graus. Het gebeurt... Ze luisteren Dion Graus nog af? Ja, ook onder andere. Waarom? Ja, omdat ik toch een PVV'er ben en een rechterhand ben van Geert Wilders. En dat we als hoogste in de peiling staan, dat we voor vele mensen een groot gevaar vormen. Zegt u wel eens dingen dat u denkt van ik hoop niet dat ze het horen? Nou, ik denk dat ze vaak bij mij met rode oortjes en rode wangetjes hebben gezeten. Oh, echt waar? Ja, dat weet ik zeker. Daarom... Vuiligheid, vertel je allemaal dan? Kijk, als ze Mark Rutte afluistert, zegt hij van mam, zet je mijn stamppot in de magnetron. Ja, dat doe ik, Mark, dat soort dingen. Maar bij mij gaat het wel eens ook om ondeugd. En Dion zegt, zal ik hem even instampen? Ja. Hey, Dion, wat ga je doen? Ik ben er vandoor weer. Hey, Dion. Dionnetje, hou een vies peuk.